Kim's lievelingsscheldwoord voor haar broer is dwerg. Hij reageert daar doorgaans laconiek op. Jesper is 17, Kim 16. Hij is 1,74 meter, zij 1,75 meter. Kim is altijd lang geweest. Bij haar geboorte mat ze 54 centimeter en haar groeicurve voorspelde een modellenlengte van 1,79 meter. De prognose van Jesper ben ik vergeten. Die zal wel gemiddeld zijn geweest. Hij posteert zichzelf elke maand met een meetlint tegen de muur naast zijn bed en vraagt zijn vader het streepje te zetten. Onze zoon heeft hoge verwachtingen van zijn lengte. Nog even, dan zal ik de rest van mijn leven op je neerkijken, zegt hij na elke meting tegen zijn zus. Ik ben 1,68 meter. Het hele gezin kijkt op mij neer. Dat ben ik gewend. Mijn groeicurve voorziet louter krimp. Dat Kim zich zo snel naar Jesper aandiende, was niet de bedoeling. Ik gaf borstvoeding en verkeerde in de veronderstelling dat dit als voorbehoedmiddel zou werken. Dat had een lactatiekundige mij wijsgemaakt. Gerda heette ze. Ik kwam haar tegen in de praktijk van de voetvrouw, waar ze folders aan het neerleggen was. Ze drukte me er gelijk eentje in de hand. In borstvoeding? Natuurlijk. Werden de voordelen van borstvoeding puntgewijs opgezond. Je kreeg het ene pluspunt na het ander om je oren geslagen. Minpunten waren er niet. Als je de folder dicht sloeg, dacht geen haar op je hoofd eraan om je baby ooit met flesvoeding in aanraking te brengen. Wat ook zo fijn is, zei Gerda met een knipoog, het is een natuurlijke manier van anticonceptie. Je hoeft dus niet aan de pil. We willen toch niet dat er hormonen in de melk terechtkomen. Maarten stond Lutte de weken na de geboorte van Jesper te trappelen om het weer te doen. Ik zei dat ik last had van mijn hechtingen. In werkelijkheid kon ik het vooral psychisch niet aan. De gedachte dat er weer iets in zou moeten nadat er zoiets groots uit was gekomen. Een paar maanden wist ik mijn mans pogingen tot paring af te houden. Maar op een gegeven moment begon hij onze lactatiekundige te citeren. Weet je nog wat Gerda heeft gezegd? Vroeg hij. Rust, reinheid en regelmaat zijn heel belangrijk. Maar vergeet nooit de R van de romantiek. Vervolgens verraste hij me door een lang weekend te boeken in wellnessresort de Zwanenhoeve. Ik golfde me vooraf het schompus en Jesper plus ruim 2 liter hormoonvrije moedermelk achter bij mijn ouders. In het resort legde Maarten me zo in de watten. Ik kon alle behandelingen krijgen die ik wilde. Geld speelde geen rol. Dat ik zwichtte. Ik zwichtte en raakte zwanger van Kim zonder het te weten. Mijn huisarts liet me een zwangerschapstest doen toen mijn menstruatie maar niet op gang kwam. Dat was positief. Dokter Mens legde me hoofdschuddend uit dat de eerste eiersprong na de bevalling voor de eerste menstruatie komt. Dat het niet omgekeerd is. Maarten kreeg die avond te horen dat hij voor de tweede keer vader zou worden. Ik ben zwanger. Wat lief. Ik ben zwanger. We krijgen een kind. Hoe kan dat nou? We hebben het pas 1 keer gedaan, zei hij enigszins beschuldigend. Ik had duidelijk meer verwacht van de erf van romantiek. Je bent een scherpschutter, schat. Mijn Bokito begon te grijnzen en trommelde zich nog net niet op zijn borst. Dus pa, zei hij gelukzalig, weet je nog? Jij had die borsttoonmassage van 75 gulden gehad. Daarna heb ik je genomen in het Turkse stoombad. Ik bloosde bij de herinnering. En of ik het nog wist. De hete stenen hadden meer van doen gehad met het ontstaan van deze zwangerschap dan Maarten vermoedde. De masseuse was een knap jong ding. Ze doet haar blonde haar in een knotje met een paar van die vrolijke sprieten eruit. Waarschijnlijk was ze begin 20, iets jonger denk ik. Ze had nog geen kind. Dat kon je duidelijk zien. Ze oogde tinger, onaangetast en stralend de zalige onwetendheid uitte van de vrouw die nog geen zwangerschap of bevalling heeft doorstaan. Met de daaropvolgende zorgen en doodsangsten een kwetsbaar en volledig van jou afhankelijk wezen. Met van wie je zoveel houdt dat je indien nodig je lever, nieren, longen en hart eigenhandig zou uitdrukken om het te redden. Ja, heel goed. Waar wil je dat het begin? Voorkant of achterkant? Vroeg ze vriendelijk. Voorkant, antwoordde ik lukraak. Het was mijn allereerste massage. Dan mag je je badjas uittrekken en op je rug op tafel gaan liggen.
Ik heb er niks onder, liet ik verlegen weten. Ik kom net uit de sauna. Dat gaf niet. Ik deed mijn badjas uit en ging liggen. De masseuse pakte een witte handdoek en drapeerde deze strategisch over mijn heupen, zodat ze niet naar mijn kruis hoefde te staren. Mijn borsten zag ze wel. Ze waren gigantisch. Ze torend boven me uit als nooit tevoren. Ik heb net een baby, flapte ik eruit. Daarom zijn ze zo groot. Ze glimlachte. Ik verwachtte dat ze me zou feliciteren. Dat ze zou vragen of het een meisje of jongen was. En dat we een gesprekje zouden voeren. Dat ik bijna elke dag wel met iemand voerde. Jesper, ruim 8 pond. Altijd jong moeder willen worden. Pittige bevalling. Huilt weinig, drinkt goed, slaapt nog niet door. Moe, maar heel gelukkig. Tot mijn verbazing negeerde ze mijn ontboezeming over mijn kerstverse ouderschap voorkomen. Ik wil dat je je ogen dicht doet en je ontspant, zei ze kalm, doch beslist. Je bent hier geen dochter van, partner van of moeder van. Je bent hier alleen vrouw. Alleen vrouw, dat leek lang geleden. Ik slaakte een diepe zucht, sloot mijn ogen en hoorde hoe mijn masseuse in de weer ging met de warme stenen. Hoe heet je ook alweer, mompelde ik. Ze had zich aan me voorgesteld, maar haar naam was me ontglipt. De zwangerschap had mijn korte termijn geheugen beschadigd. Zwangerschapsdementie, heel gewoon. Verdwijnt vanzelf weer, aldus mijn verloskundige. Wanneer dokter Alzheimer mijn brein zou verlaten, vermeldde ze er niet bij. Annemijn, Annemijn, klein maar fijn. Zacht konijn, slanke lijn, even zwijn. Op de achtergrond stond een cd die ongetwijfeld ter relaxatie bedoeld was, maar een tikje op mijn zenuwen werkte vanwege het doordringende geluid van de klankschalen. Vreselijk nummer dit, zei Annemijn, alsof ze mijn gedachten raden. Als je het niet erg vindt, skip ik het. Het volgende nummer is beter te pruimen. Ik greep mijn kans. Kun je de muziek gelijk misschien iets zachter zetten? Natuurlijk. Hij mag ook helemaal niets uit als je dat liever hebt. Nee hoor, alleen wat zachter is prima. Totale stilte leek me eng. De situatie was een beetje ongemakkelijk. Ik lag in mijn blootje op mijn rug in een kleine ruimte met een wildvreemd jong blondje dat op het punt stond om me overdekken met grijze lavastenen. De muziek en het licht werden gedimd. Annemijn pakte een kleine warme steen voor op mijn voorhoofd en 4 grote platte stenen die ze zowel op als half onder mijn schouderbladen legde. Vervolgens stelde ze mijn handen op, 1 voor 1 in de palmen, ervan 1 steen te kunnen plaatsen. Niet schrikken, nu komt er 1 op je buik, waarschuwde ze me. Doe dan maar de grootste, grapte ik. Het voelde alsof er een lauwwarme pannenkoek op me werd neergevlijd, maar dan iets zwaarder. Bedolven worden onder lavastenen bleek aangenamer dan ik had verwacht. Annemijn nam plaats op een kruk achter mijn hoofd, wreef mijn gezicht en bovenlichaam in met olie en pakte 2 kleine warme stenen. Ze drukte ze tegen mijn wangen, maakte een serie trage, steeds groter wordende, cirkelvormige bewegingen, zakte toen af naar mijn kin, mijn nek en besteedde speciale aandacht aan de huid achter mijn oren, die hevig begon te tintelen. Wist je dat de hals een van de meest erogene zones is bij vrouwen? Vroeg ze. Ik gluurde door mijn wimpers. Annemijn bevond zich vlak boven me. Ik kon de donzige, blonde haartjes op haar wangen tellen. Het had ze prachtige, volle lippen. Ze hield geen moment op met de ritmische bewegingen. Haar handen geurden naar massageolie. Zo zoet en bedwelmend dat ik bijna in transe raakte. Je voedt je baby zeker zelf, zei ze plotseling. Je borsten zien er erg gespannen uit. Wil je dat ik ze even meeneem? Ze vroeg het achterloos, alsof het doodnormaal was. En misschien was dat het ook. Wellicht was het in deze spa gebruikelijk om pas bevallen vrouwen extra te vertroeten komen, zodat ze zouden terugkomen naar hun volgende kind. Het liefst eerder. Ik humde instemmend. Dan doe ik het zonder stenen. Dat lijkt me beter. Voordat ik ook maar iets kon zeggen, sloten de handen van Annemijn zich om mijn borsten. Ze tilde ze lichtjes omhoog terwijl ze ze samendrukte. Ze trok ze teder uiteen terwijl ze ze weer omlaag bracht. Waarna ze weer van vooraf aan begon. Mijn tepels reageerden op haar knedende vingers. Niet alleen door hard te worden, er drukte ook wat melk uit. Sorry, ik lek, stamelde ik. Geef niks, zei Annemijn zacht. Terwijl een dun straaltje melk langs mijn rechterborst vloeide. Flitsen er scheurten door mijn kruis die ik ogenblikkelijk herkende. Ik schrok. Annemijn wekte een vonk bij me op die ik sinds mijn bevalling niet meer had ervaren. Ondanks diverse schuchtere pogingen van mijn man. Hoe kon het haar wel lukken en hem niet? Zou ze lesbisch zijn? Ze zeggen dat vrouwen beter weten wat vrouwen lekker vinden omdat ze zelf vrouw zijn. Mijn fysieke reactie kon natuurlijk ook een andere oorzaak hebben. Wat als ik lesbisch was zonder het te weten? Mijn aanvankelijke schrik sloeg om in paniek.
Vanwege mijn weinige avontuurlijke inslag had ik nimmer iets in de richting van mijn eigen seks ondernomen. Misschien was dit het moment van de openbaring. Werd ik hier in Wellness Resort de Zwaluwhoeve door een Annemijn uit de kast getrokken. Maar waarom dan uitgerit vandaag? Ik ben net moeder van een zoon. Waarom niet eerder? Mijn hete stenen heks leek niets te merken van mijn groeiende onrust. Ze masseerde onverstoorbaar door. Nu ze mijn borsten eenmaal beet had, liet ze niet meer los. Plotseling werd ik bevangen door een krankzinnige fantasie. Dat stelde me voor dat Annemijn de druppels melk van mijn borsten zou likken. Dat ze daarna mijn linker tepel in haar mond zou nemen om eraan te zuigen, terwijl ze zachtjes in mijn rechter tepel zou knijpen. Ik wilde haar toeschreeuwen dat ze ogenblikkelijk moest ophouden met haar gekmakende gekneed. Of doorgaan. Als ik koos voor het laatste, zou ik haar smeken haar vaardige vingers edels in te zetten. Daar waar een veenbrand woedde, zonder dat er een vulkanische steen aan te pas zou komen. Ik hoopte dat ze een teken zou geven waaruit zou blijken dat mijn sidderingen haar ook niet onberoerd lieten. Ze moest onderhand bijna stikken in door mij uitgestoken wolk feromonen. Na een hevige innerlijke strijd won mijn angst het van de opwinding, zoals gewoonlijk. Ik vreesde dat ik me dingen verbeeldde. Dat ik de plank misloeg en mezelf volkomen op paal zou zetten als ik avansen zou maken. Zo is het wel genoeg, zei ik schor. Ze zijn een beetje gevoelig. Annemijn knikte begrijpend en liep mijn borsten los. Dan nu je onderkant. Doe maar, dat kon er ook toch wel bij. Annemijn verplaatste zich naar het voeteneinde van de tafel. Ik probeerde zo onopvallend mogelijk mijn ingehouden adem te laten ontsnappen. Masseer eerst je benen met olie, daarna pak ik de stenen erbij. Annemijn begon bij mijn voeten en ging langzaam omhoog. Ze sloeg geen plekje over. Ik verbeet me. Dit is haar werk, Yvonne. Dit is een professionele massage, niet meer en niet minder. Mijn bovenbenen kregen elk een paar warme kiezels toebedeeld. Annemijn schoof het handdoekje dat over mijn heupen lag iets omhoog. Het voelde in het begin een beetje raar, maar als je een 10 ontspanningen beleefde, zijn stenen in je, die ze het sumsum. Hoe ik kon meeleden, kon ik tegenover dit voorstel stond. Ik voelde zich al 2 langwerpige gladde voelende kiezels, links en rechts van mijn penisheuvel. Span je spieren me aan, zoals je het vast wil houden, en ontspan ze weer. Dan begrijp je wat ik bedoel. Terwijl ik deed wat ze zei, pakte ze de warme jongens van mijn bovenbenen. En begon ermee te wrijven. Omhoog en omlaag. Langs de buitenkant omhoog. En omlaag langs de bovenkant. Omhoog en omlaag. Langs de binnenkant richting mijn kruis dat in de lichte laaien stond. Hoe bevalt het? Vroeg ze belangstellend. Waar ik de moed vandaan haalde, weet ik nog steeds niet. Maar ik stoot het eruit. Kun je nog een paar keer omhoog langs de binnenkant? Het is heel lang geleden dat ik me zo heb kunnen ontspannen. Als zij mijn verzoek zou inwilligen, terwijl ik stevig kneep, zou het zomaar kunnen lukken. Ik zat er heel dichtbij. Ik zou proberen het geluidloos te beleven, zonder een krimp te geven. Zodat ze er geen aanstoot aan kon nemen. Hé Lars, jij bent niet. Dit is mijn moment. Er krulde een lachje om haar lippen. Had ze me door? Het zei zo. Het kon me niet meer schelen. Zoals het me ook niet kon schelen of ze lesbisch was, of dat ik het was, of dat het voor mijn part allebei waren. Deze dame had de druk op de ketel hoog opgevoerd. Ze moest de stomer nu maar eens afblazen. Plots klonk een roffel op de deur. Voordat een van ons iets kon zeggen, stak Maarten zijn hoofd naar binnen. Sorry dat ik stoor. Yvonne moet naar haar chocoladepak in. Ik onderdrukte een vloek. Annemijn schoof het handdoekje schielijk op zijn plek. Uw vrouw is bijna klaar, zei Annemijn streng. U kunt buiten op haar wachten. Oké, schiet je wel op, schat. We hebben ervoor betaald en je bent niet de enige klant vandaag. Een paar minuten later stapte ik verhit het kamertje uit. Zag er lollig uit, al die stenen. Was het wat? Vroeg Maarten nieuwsgierig. Ik gaf geen antwoord, pakte hem bij zijn hand en trok hem mee in de richting van het Turkse stoombad. Vonne, je loopt verkeerd. De chocoladetoestand is de andere kant op. We arriveerden bij het stoombad. Ik duwde de klapdeur open en inspecteerde de kleine ronde ruimte. Geen badgasten zo te zien. Ik wuifde wat wazen weg en keek nog eens goed. Nee, er zat echt niemand. Geweldig. Heb je zin, vroeg ik. Maarten staarde me ongelooflijk aan. Ik hing mijn badjas aan het haakje en posteerde me poedelnaakt en uitdagend in de deuropening. Dit was toch de bedoeling? De rrr van romantiek. Remember?
Vonneke, weet je het zeker? Wil je niet liever naar onze kamer? Maarten keek beschroomd om zich heen. Ik heb de luxe suite gehuurd met een designbed en een... Ik wierp hem een verleidelijk glimlachje toe en maakte met mijn wijsvinger het kom jij eens hier gebaar. Na 2 keer te hebben gewenkt, ging mijn man overstag. Haastig knoopte hij de ceintuur van zijn badjas los. Zijn geslacht bevond zich in verregaande staat van opwinding. Maarten schoof me naar binnen. De klapdeur sloeg achter ons dicht. Handen tegen de muur. Kom naar achteren, klonk het bazig. Ik hield ervan als hij het roer overnam. En dat wist hij. Ik strekte mijn armen naar voren en spreidde mijn vingers tegen het vochtige mozaïek. Maarten kwam achter me staan en beet me zachtjes in mijn nek. Weet je wat die packing van chocolademousse me heeft gekost? Ik schudde mijn hoofd. 80 gulden, vet. De tik op mijn billen kwam synchroon met zijn antwoord. En wat dacht je van die suite? 275 gulden, pet. Jij bent een stout meisje. Je verdient straf. Een derde pet van zijn vlakke hand volgde. Pijn plus genot is een gevaarlijke, onweerstaanbare combinatie. Maarten pakte mijn heupen, hief ze een stukje op en penetreerde me. Was dit wat je wilde, hijgde hij in mijn oor. Dit was het toch, wat je nodig had. Geef het maar toe. Kreunend bevestig ik zijn gelijk. Hij stootte hard door en ik hoorde aan zijn diepe grom dat hij aan zijn gerief dreigde te komen. Niet zo snel, schat. Ik ontworstelde me aan zijn greep. Hij trok zich terug en liet zich puffend op een van de stenen bankjes zakken. Godsamme, wat is het hier heet? Ik zweem me kapot. Ik blikte opzij. De klapdeur was nog altijd dicht. Wat nou als er iemand binnenkomt? Nu niet gaan piepen. Kom hier jij, antwoordde Maarten. Als er iemand binnenkomt, kijkt hij maar gezellig toe. Als een lekker wijf is, zoals die stenen dame, mag ze meedoen. Vond je haar mooi? Ze had een lekker kontje. Niet zo lekker als dat voor jou natuurlijk, maar het kon ermee door. Ik klom op Maartens schoot, pakte zijn geslag, gaf het een kleine oppepper en leidde het bij me naar binnen. Zou je het met haar willen doen? Vroeg ik, terwijl ik hem begon te bereiden. Met haar en mij? Jezus, schat, je weet dat ik daar nooit nee op zou kunnen zeggen. Denk daar dan maar aan, moedigde ik hem aan. Denk maar aan mij en aan haar. Je mag ons om de beurt nemen. Maarten tilde me op, duwde me terug op zijn pik. Vroeg me af of ik dat alsjeblieft nog een keer wilde zeggen en begon zwaar te ademen. Je mag ons allebei nemen, herhaalde ik. Neuk haar eerst en dan mij. Toe maar, neem ons maar. Net als Maarten dacht ik ook aan Anne-Marijn. Al meende ik te weten hoe haar volle lippen smaakten. Ik kende haar geur. Voelde nog de streling van haar vingers langs de binnenkant van mijn dijbeen. Toe maar, doe het maar. Anne-Marijn, Maarten is weg. Hij komt niet binnen, echt niet. 9 maanden later werd onze Kim geboren. 6 weken eerder had Jesper het blauw-witte kaarsje van zijn eerste verjaardagstaart in zijn mond gestopt. Zijn vader blies het vlammetje nog net op tijd uit. Op foto's uit die tijd zie je een 27-jarige Maarten met een sympathiek gezicht en een slank postuur. Alleen als je goed kijkt, kun je de beginnende inhammen bij zijn slapen ontdekken. Ik ben 23, heb mijn eigen haarkleur nog, ooggezond en vooral vruchtbaar. We waren in de bloei van ons leven, zoals dat heet.